Wil je meer sturing geven aan jouw leven als ondernemer? Wil je er meer grip op? Wil je meer succes? Wil je misschien wel een beter leider worden? Nou, dan moet je vooral blijven kijken naar deze video. Deze video is onderdeel van de serie Book Stories. En deze serie die maak ik in samenwerking met uitgeverij Business Contact, waarin ik in gesprek ga met auteurs van businessboeken. En het leuke is, er zijn ook een paar cadeautjes weg te geven. Dus mocht je nou naar deze video kijken en je denkt van, oh, ik heb zelf ook wel een tip over leiderschap, of ik heb een goede tip over hoe ik als ondernemer meer grip heb gekregen op mijn leven, laat dan die tip achter in de reacties onder deze video. En 5 van deze reacties, die krijgen een gratis boek. En over welk boek heb ik het dan? Ik heb het over het boek De Kleine Covey. Een samenvatting van de klassieker, de 7 eigenschappen van effectief leiderschap van Covey. En bij mij in de studio de co-auteur daarvan, Jan Kuipers. Jan, van harte welkom. Ja, co-auteur moet ik zeggen, want je hebt het samen met... Ja, ik vind dat wel een mooie omschrijving. Ja, toch? Want samen met Ben Tichelaar. Samen met Ben, ja. Ja, nou, er past hier maar 1 iemand in de studio, dus jij bent de uitverkorene, dus van harte welkom. Ja, die Covey, hè, het boekje, zeg maar, de originele boek, dat bestaat al even, hè? Ja. Hoe lang? We zitten op 30 jaar inmiddels. Ongelooflijk, hè? En we zijn in het voorgesprek even relevant as ever. Wat maakt het zo'n relevant boek? Er is een prachtig filmpje waar Covey zelf nog in zit. Ja. Waarin die zegt, hoe groter de uitdaging, hoe uitdagender de verandering, hoe actueler die content van dat boek eigenlijk wordt. Ja, en verandering... dat houdt het dus actueel. Ja, want verandering is nogal aan de orde. Het is nogal aan de orde. Ja. En de inhoud van dat boek, ja, dat is vooral, dat is totaal niet tijdgebonden. Nee. En nou ja, dat houdt het boek dus actueel. Hey, en heeft hij het ooit geschreven voor echt een zakelijke doelgroep of eigenlijk voor iedereen? Want het heeft nu best wel een soort business context. En ook jullie boek is ook gericht op een zakelijk publiek. In Nederland vooral. Ja, precies. Kijk, als je de Engelse titel van dat boek is The 7 Habits of Highly Effective People. Ja. Dat is in het Nederlands vertaald met de 7 eigenschappen van effectief leiderschap. Ja, ja. En daarmee kreeg het ineens een business context. Aha. In Nederland ligt het dus bij de boekhandel, ook bij de managementboeken en dergelijke. Ja. In de rest van de wereld ligt het op het schap bij de zelfhulpboeken. Ja, 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 ja. En daar hoort het in principe dus ook gewoon thuis. Ja? Nou is elke dus in Nederland wordt het meer als een businessboek gezien. Ja. Maar het gaat over het leidinggeven aan misschien wel de meest lastige persoon die er is. Leiding geven aan jezelf. Ja, ja, daar gaat het over. Nou, dat is zeker voor een ondernemer relevant. Dus nou, laten we maar eens beginnen. Ik bedoel, wat staat er in dat boek? Ja, kijk, het leuke vind ik altijd. Het gaat over 7 eigenschappen. Maar Wat mij betreft is dat de bijzaak in het stuk. Okay. Het gaat over groei en ontwikkeling van mensen. Mm-hmm. En er wordt beschreven hoe loopt dan dat proces van groei en ontwikkeling. En wat kun je zelf doen om daar richting en vorm aan te geven. Ja. En beschrijf dat eens. Eigenlijk zitten daar 3 stappen in. Ja. Het is de groei van afhankelijkheid naar onafhankelijkheid naar wederzijdse afhankelijkheid. Ja. Pasgeboren baby is in alles wat hij doet afhankelijk van zijn of haar omgeving. Mm-hmm. Als hij het koud heeft, kan hij janken. Maar of er een deken overheen komt, volstrekt afhankelijk van de omgeving. Ja. Nou, als ouders gunnen we ons iets van 18 jaar om kinderen iets van enige onafhankelijkheid bij te brengen. Mm-hmm. Zodat we op hun 18e kunnen zeggen, nou, je rooit het wel en je kan de deur uit. Ja. Maar uiteindelijk gaat het vooral over de vraag, hoe goed ben ik in staat om samen te werken met anderen? En dan gaat wederzijdse afhankelijkheid komen. Mm. Durf ik mij afhankelijk te maken van jou en jij van mij in de samenwerking die wij met elkaar hebben? Zodat wij iets gaan doen waarvan wij allebei zeggen, jij kan het niet alleen, ik kan het niet alleen, maar samen krijgen we dat wel voor elkaar. Dat is een stukje complexer, hè? Want ik bedoel, voor veel mensen is het dus het groot goed om een soort van onafhankelijk te zijn. Ja. Maar dat eigenlijk wat je zegt is dat is eigenlijk pas de stap daarvoor. Dat is de stap daarvoor. En die is heel hard nodig, hè? Ja, ja. Je kunt die wederzijdse afhankelijkheid, die goede samenwerking, kun je niet bereiken zonder die onafhankelijkheid. Hm. Je hebt hele goede voetballers nodig om een goed voetbalelftal te creëren. Ja. Maar vervolgens moet ik ook in staat zijn om mijn eigen briljantheid als voetballer in staat te stellen van het grotere geheel. Ja. Maar ik mag mijn eigen briljantheid niet loslaten. Want even zijstapje. Wat doe jij in het dagelijks leven? Wat maakt jij zo'n expert op dit gebied, zeg maar? En wat maakt jou, zeg maar, de co-auteur van het boek over Covey?
In mijn dagelijks leven ben ik directielid van de Nederlandse Franklin Covey organisatie. Ja. Ik ben in 2002 begonnen met Franklin Covey in de Benelux. Franklin Covey, nou, Covey zegt het al. Stephen Covey was een van de oprichters van die organisatie. En wij zijn een advies- en trainingsorganisatie rond thema's als leiderschap, cultuur, vertrouwen en dergelijke. Okay. En mijn dagelijks werk bestaat dus uit het bezig zijn met organisaties, directieteams, over die thema's als leiderschap en cultuur. Ja, ja, ja. Maar heb je ooit nog voor hem gewerkt ook? Ja, wat bedoel je met voor hem gewerkt? Nou ja, dat gewerkt. Hij er nog was. Ja, ja, ik heb met hem, in die zin met hem gewerkt, voor hem gewerkt. Ja, ja. Heb je hem ook ontmoet? Ja, ik heb hem een aantal keren ontmoet, ja. Oké, okay. Ja. Okay, maar want wanneer is hij overleden? Zo 2012, ja, ja, ja. Zeg ik uit mijn okay. hoofd. Ja, oké, okay. Niet zo lang, maar het is wel, nog niet zo, heel lang, niet zo heel lang geleden. Hoe is het gesteld met het leiderschap in het Nederlandse bedrijfsleven? In ondernemend Nederland? Ja, volgens mij hoeven we daar helemaal niet zo pessimistisch over te zijn. Nee. Wat je ziet, is dat er een heel groot besef is van, jongens, wij moeten hiermee bezig blijven. We moeten er tijd en aandacht aan blijven besteden. Zowel voor de leidinggevende, de leiders van de organisatie zelf, als mensen in de organisatie zelf in staat stellen om dat persoonlijk leiderschap vorm te ja, geven. Want en dat zegt, besef is wel heel groot. Ja, want jij zegt op een gegeven moment, wat je net zei, hè, van die onafhankelijkheid en daarna doorgroeien naar het besef dat je wederzijds afhankelijk bent. Dat gaat natuurlijk letterlijk twee kanten op. Hè. Dat geldt niet alleen voor de leider binnen een organisatie, maar dat geldt natuurlijk ook voor als jij werkzaam bent als professional binnen een organisatie, hoe je omgaat met, ja. met de leiders. Ja. Hè, want je bent van elkaar afhankelijk dus. Ja, je hebt elkaar nodig. En ja. dat geldt, en dat maakt dus ook dat dit niet echt een zakelijk boek is. Nee. Want dat geldt ook voor mij in de relatie met mijn vrouw en met mijn kinderen. Daar geldt hetzelfde verhaal in. Ja. Zoals wij hier op de bank zitten, geldt ook hetzelfde verhaal. Ja. Het geldt constant op het moment dat mensen met elkaar samen iets voor elkaar willen krijgen. Een soort grove indeling die Covey maakt is wat hij noemt een overwinning op jezelf en een overwinning op je omgeving, hè? Is dat een soort grof? Kun je daar eens over vertellen wat hij daarmee wil zeggen? Wat hij daarmee bedoelt is dit. Het begint met die stap van afhankelijkheid naar onafhankelijkheid. Dat is wat hij noemt de overwinning op jezelf. En dat betekent niks anders dan dat je iets gaat doen waarvan je zegt, ja, ik vind het wel heel spannend op het moment dat ik ervoor sta. Mm-hmm. Maar als ik het gedaan heb, gelukt of niet gelukt, ben ik wel blij dat ik het gedaan heb. Op het moment dat jij hier begon met deze studio, dat was wel een stap, maar op het moment dat je het gedaan hebt, denk je, ja, nou, die stap, dat is waar groei en ontwikkeling zit bij mensen. En hoe doe je dat? Ja, nou, dan ga je de invulling daarvan, kun je geven door de eerste drie eigenschappen. Wees proactief, begin met het eind in gedachten en belangrijke zaken eerst. Ja, ja, dat is een modelletje. Ik heb hem niet bij me, we kunnen het modelletje ook even laten zien. Maar als je die drie toepast, dan creëer je die overwinning op jezelf. Ja. En uiteindelijk gaat het erom, ook los van die drie, dat je voor jezelf uitdagingen blijft zoeken waarvan je zegt, daar zit voor mij groei en ontwikkeling in. En dat moet je blijven doen, hè? En dat is blijven doen. Er is een prachtig boekje van Jan Auken-Walburg. Dat gaat over wat vraagt het nou eigenlijk om een gelukkige oud te worden. Ja. En uiteindelijk is zijn conclusie in heel veel onderzoek, je hoeft maar één ding te doen. Letterlijk tot de kist aan toe, overwinning op jezelf blijven behouden. Ik herken het een stukje persoonlijk. Ik weet nog dat ik ooit, dat was al heel lang geleden, ik heb ooit een keer zeg maar gewoon baantjes gehad, een paar jaren, maar ik was iets te eigenwijs voor de baas. En dus zat er wel in dat ik ooit voor mezelf ging beginnen. En toen weet ik nog dat ik daarmee bezig was. En die afstand van voor mezelf beginnen, dat vond ik zo'n, het was alsof ik naar een rivier keek. En aan de overkant was zelfstandig ondernemerschap. En dat was, hoe kom ik daar? En toen heb ik twee mensen uitgenodigd uit het vak, die aan het freelancen waren. En die heb ik hier thuis uitgenodigd. En die deden dat al. En ik dacht, als ik dat toch eens zou kunnen. En op een gegeven moment ben ik het gaan doen. Ja. En ik weet nog goed, toen ik was een paar maanden bezig. En toen stond ik dus aan die overkant. Toen keek ik terug. En toen had ik echt van, hoe heb ik hier zo moeilijk over kunnen doen, zeg maar. Dus hele grote stap. Het is een kwestie van doen ook, hè? Het is letterlijk de stap durven zetten. Ja. Er is een prachtig filmpje. Girls First Ski Jump. Kan iedereen op YouTube opzoeken. Girls First Ski Jump. Ja. Dat is een meisje van een jaar of 10. Die gaat het voor het eerst van haar leven een sprong van een skischans maken. Ja. En er zijn twee quotes die wat mij betreft subliem zijn. Huh.
Als zij die sprong uiteindelijk gemaakt heeft en dat gaat goed, dan zegt zij, als ze geland is, it's just the suspense at the top that freaks you out. Het is het gevoel als je boven staat, andere kant van de rivier, waarvan je zegt, dat houdt me tegen. Ja. En vlak voordat ze springt, krijgt ze een advies van een jongetje. En dat advies is, the longer you wait, you will be more scared. Ja. Hoe langer je wacht, hoe moeilijker het leven wordt. Nou, het is hetzelfde gevoel, waarschijnlijk bij jou de rivier. Jij gaat het maar gewoon doen. Ja. En wat is het ergste wat je kan gebeuren? Dat je een nat pak haalt, punt. Ja, klopt. Maar ook dat natte pak kan heel leerzaam en heilzaam zijn. Ja, exact. Nog een aantal zaken die ik wil bespreken. Onafhankelijkheid is verworvenheid. Wederzijdse afhankelijkheid is de keuze die alleen onafhankelijke mensen kunnen maken. Dus die wederzijdse, ik lees wat dingen voor die ik in het boek heb gelezen. Dus die wederzijdse afhankelijkheid, dat is een groeistap. Die bereik je pas als je eerst die onafhankelijkheid hebt. Je hebt die onafhankelijkheid nodig. Ja. Want ik moet mijzelf daar met alles wat ik heb kunnen en durven inzetten. Ja. En je kunt geen goed team bouwen met mensen die niet gewoon goed zijn in dat wat ze willen. En dat ook weten vanuit hun eigen onafhankelijkheid. Ja, ja. Alleen, houd ik nou vast aan dat stukje wat ik heb? Of ga ik ervan uit, hey, ik kan iets goed, maar jij kan iets anders goed. En dat verrijkt mij. En dat vinden mensen lastig. Dat je je durft te laten verrijken door dat wat anderen toevoegen in het stuk. Een van de eigenschappen in die groei naar onafhankelijkheid. Eigenschap 2 is dat volgens mij, dat is kies de juiste doel of zoiets, hè? Ja. Begin met het eind in gedachten. En het heeft te maken met de juiste doelen kiezen en persoonlijke missie. Ja. Ik krijg altijd jeuk. Dan denk ik, hoe vaak ik niet gesprekken zie. En dan denk ik van, wat is jouw missie? En wat is jouw doel? En hoe kom je daar achter? Want ik denk dat er best wel veel mensen die cursussen hebben gedaan of zo, die aan het ondernemen zijn, die denken van, wat is nou mijn missie? Ik vind het een jeukwoord. Maar hoe kom je daar achter? Door daar voor jezelf zo af en toe eens een keer tijd voor vrij te maken om erover na te denken. Ja, maar hoe denk je daar dan over na? Dat is nadenken over, wat vind ik nou eigenlijk leuk om te doen? Aha. Wat zijn dingen waar ik energie van krijg als ik het doe? Okay. Wat zijn dingen waarvan ik zeg, op basis van wat ik leuk vind, wat ik goed in ben, waar ik energie van krijg, wat zou ik nou kunnen toevoegen binnen de dingen die ik in mijn normale dagelijks leven doe en binnen de groepen waarin ik dat normaal doe. We hoeven het helemaal niet moeilijker te maken dan het is. Denk na over, wat zou ik willen toevoegen in de dingen die ik doe? En zo'n levensmissie wordt vaak van, als ik 80 ben, als ik 90 ben, wat gebeurt er dan? Maar ik kan ook over de komende 5 jaar nadenken. Ik kan over de komende 3 jaar nadenken. Ik kan volgend jaar nadenken. Elke manager, elk teamlid kan zichzelf de vraag stellen. Stel nou eens dat ik hier over 2 jaar wegga. En er wordt voor mij een afscheidsreceptie georganiseerd. 2 zakken pinda's, 3 flessen cola en we staan bij elkaar. En dan gaan een paar mensen tegen jou zeggen, joh, Ronnie, maar jij was wel degene in dit team die. Wat zou je willen dat ze zeggen dan over je? Ja, ja. Dat simpele zinnetje, ik ben degene die. Als je dat zinnetje voor jezelf afmaakt, dan heb je een start gemaakt. Ja, ja, ja. Dus je kan ook submissies. Het hoeft niet een soort all-over missie te zijn. Dat is fantastisch. Die grote all-over missie. Kijk, mijn all-over missie is energy to the game. Dat betekent voor mij 2 dingen. 1, ik wil daar waar ik kom degene zijn die energie brengt en niet degene zijn die energie kost. Ja. En to the game betekent voor mij vooral, laat ik mezelf en het leven niet te serieus nemen. Mm-hmm. Nou ja, dat is hartstikke groot. Maar wat betekent dat dan als wij hier aan tafel zitten? Ja. Dus ik moet het kleiner maken. Ja, precies. Ja, helder. Proactiviteit is een belangrijke om dingen. Zij had het er net al over. Kun je daarin leren? Of is dat een eigenschap die je hebt of niet hebt? Daar kun je ontzettend in leren. Hoe dan? Het is vergelijkbaar met het ontwikkelen van spierkracht. Het is constant blijven oefenen. Okay. Constant jezelf de vraag stellen, hoe zou ik, gegeven de omstandigheden die hier zijn, ik kan de omstandigheden niet veranderen, maar mijn reactie daarop wel, hoe zou ik in deze omstandigheid kunnen reageren? En hoe vaker je dat bewust doet, hoe sterker je daarin bent. En als je dat niet bewust doet, dan wordt die vaardigheid wordt ook minder. Dus het is het cliché van oefening baart kunst? Het is echt het cliché van oefening baart kunst. En oefening baart kunst vraagt dat je heel bewust bent van, wat gebeurt er nu eigenlijk? En wat is mijn rol hier?
En vervolgens de vraag, ja, en wat wil ik eigenlijk dat mijn rol is? Nou, dan hoef ik het laatste wat ik toen nog hoef te doen. Dat is misschien wel het meest lastige, dat ik het nog doe ook. Ja, maar soms is dat zo lastig. Dat is ongelooflijk lastig. Ja. Maar dat is wel wat ons mensen van dieren onderscheidt. In een kudde schapen zou je niet gauw eentje zien midden in de kudde die zegt, weet je wat, ik ga even de andere kant op. Dat is bij mensen ook niet makkelijk. Maar we kunnen het wel. Hoe blijf je onafhankelijk? En dan zo meteen wil ik nog even een aantal dingen weten over die groei naar wederzijdse afhankelijkheid, zeg maar die volgende fase. Maar hoe blijf je onafhankelijk in een tijd zoals bijvoorbeeld nu, waarbij er toch een aantal grote krachten spelen die buiten jouw invloedssfeer zitten? Hoe blijf je dan toch onafhankelijk? Ja, het leuke is, ja, precies jouw omschrijving. Grote krachten die buiten jouw invloedssfeer zitten. Kenmerk van die productiviteit waar we net over hadden is, richt je nou op die dingen waar je wel invloed op kunt hebben. En dat waar je geen invloed op kunt hebben, maar wat heel veel impact heeft op jou, doe jezelf een plezier en accepteer het. Punt. Ja, want je kan er niks aan doen. Je kan er toch niks aan doen. Dus alle tijd en energie die je erin aan besteedt, is echt zonde van de tijd en de energie. Ook weer zo'n ding dat je denkt, oh logisch, maar zo moeilijk soms. Ja. En is dan zul jij waarschijnlijk, een leuke vraag voor jou, want jij geeft natuurlijk advies, maar moet je als ondernemer, hè, als je dit soort thematiek boeiend vindt en je wil hierin groeien, is het erg om hulp in te schakelen? Of is dat een goed idee juist? Ik denk dat het nooit erg is om hulp in te schakelen op welk thema dan ook. Gebeurt dat misschien wel te weinig? Ja, ook weer zo'n jeukwoord. Ja, ik heb een enorme jeuk. Ik bedoel, coaching en zo, er zijn er veel te veel. Weet je, en er zit heel veel kaf tussen het koren. Maar kan het van belang zijn om op dit vlak gewoon, zeg maar, begeleiding te vragen? Ja, het zou raar zijn als ik voor mijn vak vandaar. Dat moet je vooral niet doen. Ja, maar doe het vooral op het moment dat je zelf ook het gevoel hebt, volgens mij kan ik stappen maken en ik vind het lastig om die stap te maken. Kijk, er zijn mensen die voor wie het voldoende is om dit boek te lezen. En die denk ik, hé, maar daar kan ik wat mee en daar ga ik wat mee doen. Er zijn mensen die lezen andere boeken, daar worden ze door geïnspireerd en die gaan stappen maken. Het zit hem vooral ook in je persoonlijke drijfveer, dat je het gevoel hebt, ja, maar ik zou meer kunnen, meer willen, maar hoe doe ik dat dan? Ja. Die wederzijdse afhankelijkheid, hè? De emotionele bankrekening, kun je daar iets over zeggen? Ja. Vond ik wel een mooie term. Die emotionele bankrekening, die zit in die switch, die eerste drie, die overwinning op jezelf, dat gaat vooral over mij. Los van wat er allemaal om mij heen gebeurt, hoe zit ik erin? Die overwinning, die tweede, die overwinning met je omgeving. Je had het net over de overwinning op je omgeving. Nou, daar gaan we het zo nog wel even over hebben. Daar zit een significant verschil in. Maar de transitie daartussen zit hem in die emotionele bankrekening. En de emotionele bankrekening is een vergelijking met de mate van vertrouwen die er tussen mensen is. En samenwerking met mensen die je vertrouwt, ja, dat maakt het dat is een stuk makkelijker dan samenwerking met mensen die je niet vertrouwt. En die emotionele bankrekening, dat is letterlijk van, nou ja, op welke manier ben ik vertrouwen aan het bouwen? En het werkt als een bankrekening. Ik kan stortingen doen. Wij maken een afspraak en ik kom op tijd. Dat is een storting op de emotionele bankrekening. Ja. Als ik 20 minuten te laat geweest zou zijn, dan denk ik, wat is dat voor een kerel die hier komt? Ja. Dus dat zit in hele kleine dingen. Daarmee bouw ik vertrouwen. Daarmee wordt samenwerking een stuk makkelijker. Nou ja, zo moeilijk als dat het op te bouwen is, vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Ik kan het ook in één klap weer leegtrekken. Ja. Maar dat vertrouwen is wel cruciaal in de samenwerking tussen mensen. Ja. Vandaar de emotionele bankrekening. En hoe bereiken we, wat zijn er meer de tools om uiteindelijk die overwinning op de omgeving te bereiken? Ja, ik ga toch even tackelen nu. Ja. Overwinning met je omgeving. Oh. Het leuke is, wat zei ik op? Overwinning op je omgeving. Ja, ik ben in 2002 met de Nederlandse tak van Franklin Covey begonnen. Ja. En de vertaling van het boek van die zeven eigenschappen die er toen lag, daar stond ook letterlijk in, overwinning op je omgeving. Ja. En dat komt vanuit Engels, op zich best logisch. De Engelse kreet is private victory, overwinning op jezelf. Ja. Public victory. Uh-huh. En dat werd vertaald als overwinning op je omgeving. Ja. Maar eigenschap 4 is denk win-win. Ja. Nou, als het gaat over win-win denken, kan het nooit gaan over een winning op je omgeving. Nee, het is samen met anderen iets doen waarvan wij beide zeggen,
Ja, maar dit is wel gaaf. Nou, wat vraagt dat dan? Nou, dan hebben we de eerste hebben we al gehad. Denk win-win. En dat is vooral een mentale instelling. Er wordt wel eens gedacht door mensen, of vaak gedacht door mensen, voor win-win denk je, heb je 2 of meer mensen nodig? Nee, heb ik alleen maar mezelf nodig. Kan ik onafhankelijk, daarom staat hij ook boven in dat model, boven die lijn van onafhankelijkheid, kan ik onafhankelijk van wat jij doet, voor mezelf wel blijven denken, maar ik wil werken aan de beste oplossing voor jou en voor mij. Onafhankelijk van wat jij doet. Dat is de eerste. Tweede, eerst begrijpen, dan begrepen worden. Heb ik de bereidheid en heb ik de vaardigheid om echt eerst te willen snappen wat er aan jouw kant speelt, zonder dat ik me nog even druk maak over wat er aan mijn kant speelt. En vervolgens ga ik dan wat er aan jouw kant speelt en wat er aan mijn kant speelt. Dan komen we bij nummer 6, creëer synergie. Weten we dat in een creatief proces bij elkaar te brengen. 1 en 1 is meer dan 2, zeg maar. 1 en 1 is meer dan 2. Ja, ja. Dat is ja. Wat je vaak bij bedrijfsovernames ziet, hè? Dat woordje synergie. Ja. Ja. Kun je dit ook vertalen naar een organisatie? Of is het altijd alleen maar te projecteren op een mens? Dit gaat over mensen onderling. Ja. Dit gaat over teams die met elkaar werken. Ja. Dit gaat over organisaties die met elkaar samenwerken. Dit gaat over landen die in een breder verband dingen met elkaar doen. Ja. Het werkt constant op die manier. Ja. En dan hebben we tot slot hebben we die 7e. Dat is houd de zaag scherp. Ja. Die staat er los van. Die staat er los van, maar hij staat er ook een cirkel omheen. Ja. En het is letterlijk de cirkel eromheen. Als die er niet is, als dat niet ingevuld wordt, dan valt de rest als een plump pudding in elkaar. Maar maak eens concreet. Houd de zaag scherp gaat over de vraag. Weet ik mijzelf, stel ik mijzelf in staat om dat wat ik doe over een lange termijn ook echt vol te houden. Ja. Dat betekent dat ik mezelf fysiek in staat moet stellen. Ik moet gezond blijven. Ik moet uitgerust blijven enzovoort. Ik moet mezelf mentaal in staat stellen om dingen op de lange termijn te blijven doen. Ik moet sociaal, emotioneel, ik moet relaties goed houden om dat te kunnen blijven doen. En ik moet, dat is altijd de meest boeiende component bij mensen, op spiritueel vlak dat scherp houden. En spiritueel vlak, daar zit niks zweverigs in. Spiritueel gaat over spirit, gaat over energie. Ja. Wat maakt dat ik de energie, de drive... Ja. Je had de energie om te beginnen als ondernemer, maar wat maakt dat je hem vasthoudt op lange termijn? En als je dat niet onderhoudt, ja, dan loopt de energie eruit. Als ik moe ben, dan wordt proactiviteit een stuk moeilijker dan wanneer ik niet moe ben. Leuk hè, dit? Ik kan me voorstellen, inderdaad. En het leuke is dat je hebt natuurlijk elke keer weer andere zagen, zeg maar. Tenminste, je hebt elke keer weer ander materiaal waar jij mee loopt te spelen. Dat is het fascinerende van dit vak. Ja. Ik ben ooit begonnen als leraar wiskunde en scheikunde. Oh, serieus? En na 3 jaar wiskunde geven dacht ik, ja, maar dit boek heb ik nou al een keer uit. Ja. Dit boek van die 7 eigenschappen heb ik nog nooit uit. Nee, hè? Dat blijft zo. Mag ik je danken voor deze inzichten? Kijkers, mochten jullie nou geïnspireerd zijn en denken, oh, wacht even, maar ja, in dit model pas ik wel, want ik heb ook nog een tip, of ik heb het zo gedaan, of andere ondernemers die zouden misschien dit kunnen uitproberen. Laat je tips en reacties achter in onder deze video. En 5 van die reacties, die krijgen de kleine Kovi helemaal gratis en voor niks toegestuurd. Ik dank jullie voor het kijken. Dag!